passen. Nu ga ik het berg op. Ondertussen heb ik ook mijn kilometriek uit elkaar gehaald. Ik heb daar een plaatje voor gekocht om van kilometers naar mijls. Als je goed kijkt, zijn dat mijls nu. Dat heb ik ook veranderd, want anders krijg ik geen nummerplaat. Dus die auto's die moeten hier in mijls zijn en niet in kilometers. En met een motto is dat automatisch in mijls, dat kan ik omschakelen van kilometers naar mijls, omdat dat allemaal digitaal is. We volgen altijd richting Dotterstraat en nu gaan we hier naar links. Even naar Dotterstraat te geraken. Hier zitten altijd hertjes. Hier moet je regelmatig oppassen als je s'avonds naar huis komt. Als het zo wat donker wordt en in de dag ook. Moet je wat voorzichtig zijn, want anders hebben ze een hertje tegen uw auto hangen. Even naar beneden, want daar komt een tegelligger op. Dat hebben ze niet graag. Dat gefilmd. Dus doe ik dat even weg, dan zien ze dat niet. Anders voelen ze, sommige mensen zich... Want je moet een toelating daarvoor hebben, hè, om te filmen. Je moet eerst vragen. Zolang dat er niemand niet ziet, kan dat geen kwaad. Maar als tegenoverkomend verkeer, die chauffeur dat ziet... En hier is het ook dus zo dat je aan de voorkant geen nummerplaat moet hebben op je auto. Dus ik rijd nu nog altijd met mijn Belgische nummerplaten rond. En dan binnenkort heb ik andere nummerplaten van Kentucky. En ik heb dus nu ook die voorste plaat eraf gehaald om te verdwijnen in de massa. Want anders zien ze dus dat ik van voor een Belgische nummerplaat heb. Dus die heb ik er nu afgedaan. Al drie weken geleden. Dat was ik. Kijk. Dat is nog altijd de baan naar de autostrade. Klein bandje, hè. Klein bandje. Zo'n beetje lekker in de Ardennen, hier, als je zo rondkijkt. Hier drogen ze... Hier drogen ze dingen, graan. Dus dat graan wordt in die silo gedaan, dat wordt daar met blazers op geblazen, dat dat droog is. En dan gaat dat terug in de vrachtwagen en dan doen ze dat ergens naartoe. Weet ik niet waar, wat brood gebakken wordt zeker of zoiets. Weet ik niet. Hè. Voilà. Ginder is juist de politie dat de straten op. Even naar beneden, want ik heb weer tegenliggers. Voilà, hier is dat de stralen. Kijk, dus daar ga ik nu op. Zo. Dat is de benzinepompstation en een winkeltje. Het is duur daar, dat moet ik er wel bij zeggen. Zo, kijk, dat de straten op richting
Tennessee. Ik ga even aan de kant, want ik moet mijn GPS instellen. Goed, mensen. Tot dan. Joe. Tada.